Ik sta hier voor de heren van John Coffee, een snoeiharde punkrockband. Zeg ik het zo goed, jongens? We doen het ervoor, zeker. Zeker, ja, ja. Wat is nou voor jullie echt pure rock'n'roll? Nou, als je hier aankomt en je ziet meteen die moddersporen die hier lopen, ja. Dat vind ik vrij rock'n'roll. Ja. Weet je, het is het eerste buitenfestival wat wij dit jaar doen. Volgens mij is het überhaupt de eerste grote die daar is. Ja. En als we dan weer die graslucht en die modderlucht en al die stinkende rotzooi horen, dan krijgen wij wel zin in het rock, even in het festivalseizoen. Ja. Ja, denk je daar ook zo over? Absoluut, ja. Ik bedoel, dit is toch eigenlijk wat je wilt. Eigenlijk is het helemaal kloten natuurlijk, al die modder, maar het brengt wel een extra sfeertje. Ja, ja. Ja. Hoe hebben jullie de extreme weer eigenlijk getrotseerd, de band? Nu? Vandaag bedoel je? Ja, of de hele week. Nou, wij zijn super lui. We zijn net aangekomen, dus het zonnetje schijnt en ik heb net 2 voetjes in de modder gezet. Dus eigenlijk viel er weinig te trotseren, hoor. Dus we hebben niks te klagen. Dus, ja. Maar jullie set wordt eigenlijk net zo smerig als de modder hier, toch? Dat is wel het idee, ja. Kijk, het is toch spannend, weet je wel. Het is een grote tent. Paas voor een belangrijk festival. Dus ik kan niet zeggen dat ik heel vaak super nerveus ben. Maar vanochtend was het echt van, ik ga toch even paas voor spelen. Dus, Wat houdt een optreden van John Coffee precies in? Veel energie. Veel lol. Denk ik. Probeer het publiek erbij te betrekken zoveel mogelijk en gewoon de beste tijd hebben. Ja. Feesten hebben jullie al eens eerder tegen mij gezegd? Ja, feest, maar het gaat niet alleen om feest. Ik bedoel, we zijn ook een band met een wat diepere lading. Misschien komt dat live niet altijd zo uit de veren, maar het is wel... Kijk, wij willen gewoon een goede tijd hebben. En er is genoeg... op deze wereld waar je om kan balen en shit. En dan is het gewoon fijn dat je even die 3 kwartier, 50 minuten... de mensen dat even kan laten vergeten. En je bent er uiteindelijk om gewoon een goede tijd te hebben met elkaar. En ja. Zij willen dat ook, dus ja. En op een festival heb je een goed gevoel en kun je feesten en kun je losgaan. Wat is voor jullie het echte festivalgevoel? Proef, ja kijk, het is lang geleden dat ik als bezoeker naar een festival ging. Ik ging altijd naar Lowlands en altijd overal eigenlijk wel heen. Echt zoveel mogelijk festivals. Nou, dat laatste is ook 10 jaar geleden, denk ik, dat ik nog eens laatst echt in een tentje geslapen heb. Dus kijk, dat festivalgevoel ben ik een beetje kwijtgeraakt. Nou ja, wat ik zeg, je komt hierachter, kom je zoveel bevriende bands tegen of die je een beetje kent. En dan, vandaag begint dat dan en over een half jaar, eind september, als het festivalseizoen eindigt, dan kom je elkaar weer tegen. Dus festivalgevoel voor mij is gewoon, je komt aan, vette tenten, vette sfeer, overal, altijd heb je iets nieuws van, wow, dit is op dit festival heel gaaf. Veel bekenden die je het hele jaar door gaat tegenkomen weer. Het is gewoon gezellig eigenlijk. Al die festivals. Kijk, bij een club toe, kom je bij de club aan, ga je zitten en doe je een soundcheck. Zit je in je backstage, maar hier loop je lekker rond. Kom mensen tegen, je pakt een biertje. Als de zon schijnt is het al helemaal perfect. Ja. Je moet een beetje vergelijken, weet je wel, als die koeien voor het eerst van stal gaan, hè, in de lente. Zie je van die foto's, dan beuken ze over elkaar en dan jumpen ze van blijdschap. Eigenlijk zijn wij zo'n stelletje koeien. We mogen de stal weer uit. Eindelijk, en dan bam. Ja, absoluut. Ik weet niet of de kijkers thuis het horen, maar er wordt op dit moment een nieuwe act aangekondigd in de hoofdtent. Zijn er eigenlijk ook optredens waar jullie naar uitkijken? Ik wil heel graag Typhoon zien. Die speelt s'avonds volgens mij 11 uur. Ja. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Die gast is zo goed. Ja. En wat speelt er nou nog? Ik weet geen eens zo goed wat het speelt eigenlijk. Sick of it All speelt vandaag. Ja, daar wil ik ook wel van mee. Fucking New York hardcore, man. Dus dat is dat is gewoon legendarisch. We reden net al even voorbij in de bus. En denk je, hé man, heb je Sick of it All. Fuck it. Ja, ja, ja. Dus daar gaan we zeker even kijken, absoluut. Ja.